Guus, eerste keer in de basis en ik denk dat jij ook wel lacht vandaag. Ja, op zich wel. Lekker gespeeld. Bescheiden. Ja, kan altijd beter natuurlijk, maar we zijn wel redelijk tevreden. Speelt het eigenlijk 2-2 tegen PSV en dat is zeker niet slecht. Alleen ja, je krijgt 2 klutsgoals tegen en dat is dan jammer. Want voor de rest geef je niet superveel weg. En dan ja, is jammer dat je die 2-1 weggeeft, maar 2-2 tegen PSV is niet zo, geen ramp. Je moest wel even wachten op je eerste basisplaats. Hoe voelde dat? Ja, nee, ik wist gewoon dat ik dat kreeg om te wachten. Dat er, als ik een kans kreeg, dat ik hem moest gaan grijpen. En, ik heb er hard voor gewerkt en blijven werken totdat die kans kwam. Maar vandaag kwam hij een keertje en ik denk dat ik het redelijk heb ingevuld. Jorne, we zijn al in het begin. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Het zijn er geen 3, helaas. Maar een puntje tegen PSV is niet verkeerd. Allereerst de eerste helft. Die kunnen we snel vergeten, denk ik, of niet? Daar ging volgens mij alles mis. Ja, we waren slordig aan de bal. Ligt vallen aan onszelf, vond ik. Het was niet zo dat PSV ons zo onder druk zet dat we balverlies moesten leiden. Natuurlijk scheelt wel of tegen PSV speelt of tegen andere tegenstander natuurlijk. Maar dan moet alles net iets beter dan normaal. Daar waren we niet scherp genoeg in. Ik kwam ook niet heel veel in de problemen. Alleen het was een beetje de wedstrijd van de spelafvattingen uiteindelijk. Hè. Daar waren zij heel gevaarlijk mee en wij heel gevaarlijk. En voor de rest heb ik weinig kansen geteld in het gewone spel. Ik denk dat het voetballend ook leverde veel ballen in. We werden teruggedrongen, PSV die kon redelijk makkelijk voetballen. Ik denk dat de tweede helft een stuk ander beeld was van ons. Veel meer strijd, veel meer passie. Ja, want wat hebben jullie in de T gedaan? Ja, misschien wat power leek wel. Maar ja, we kwamen er een stuk beter uit en we kwamen er lekker in. Ja. De eerste helft was niet zo goed, alleen... Het is ook niet zo dat je helemaal overlopen wordt. Alleen je bent een beetje machteloos in als je zelf een balbezit bent. Alleen we zaten in de kleedkamer van ja, het is niet zo dat we verdedigend heel veel te duchten van ze hebben. Dus wanneer wij beter aan de bal worden, kun je die wedstrijd draaien. We weten ook na de eerste helft dat we zelf slordig aan de bal zijn. Maar als je dat kan veranderen, dan krijg je een heel andere tweede helft. En dat is nou een goed voorbeeld, denk ik. Want wat heeft Streppel dan gezegd in de rust? Ja, eigenlijk niet zoveel. Eigenlijk gewoon doorgaan met het... Het plan dat we afgesproken hadden. In de eerste helft was de uitvoering misschien iets minder. In de tweede helft ging de uitvoering wel goed. En dan zie je dat we de PSV goed maar lastig kunnen maken. Het was gewoon een wedstrijd, de tweede helft, denk ik, wat wij kunnen brengen. Hier met het publiek erachter, die ons fantastisch gesteund hebben. Waardoor je op voorsprong komt. En dan is het toch wel een klein smetje dat je hem uiteindelijk niet vast kan houden. En dat je eigenlijk door een spelafvatting nog die 2-2 binnenkrijgt. Want ik denk dat zij in de tweede helft eigenlijk niks meer gecreëerd hebben. En dan ben je wel tevreden met een puntje? Ja. We blijven kritisch, hè? Ja, het is jammer dat je die 2-1 weggeeft, maar ja, 2-2 tegen PSV is zeker niet slecht. Maar als je ziet hoe die 2-2 valt, ja, dat is zuur. Als je kijkt hoe wij de wedstrijden verloren hebben, vaak met 1 goal verschil. En wat er dan wel eens heeft tegengezeten, ja, er komt een moment, dan gaat dat draaien. Nou, vandaag zat het inderdaad niet tegen. Dus het is een kwestie van tijd met nog een paar wedstrijdjes te gaan om nou nog een paar 3 punten te pakken. Dan verwachten we jou volgende week gewoon weer in de basis, neem ik aan. Ik hoop het wel. Ik kan er niet te veel over zeggen, maar ik hoop het natuurlijk wel. Dankjewel, man.